Sterrenbeeld, steenbok. Steenbok van harte welkom op dit kanaal. En leuk dat je komt kijken naar jouw maandreading voor de maand april 2024. Alle nieuwe kijkers ook van harte welkom. Mijn naam is Mireille van Rijn. Alle informatie staat hieronder in de beschrijving van deze video. Ik ben heel erg benieuwd. Het is een hele intense energie. Dat heb ik tot nu toe ook in alle readingen al gezien, eigenlijk. En um, ja, ben jij nieuw hier en vind je het nou een leuke video? Kun je natuurlijk altijd gratis abonneren op dit kanaal. Vergeet dan ook niet je notificatiebelletje even aan te zetten. We starten hier: Steenbok, A's van Zwaarden en de Vijf van Staven. Oké, okay, uitzoeken van jouw plan, van jouw kracht. Hè? Kracht met tegenslag, nieuwe plannen, je hebt een uh, heel goed idee. Je bent alleen nog even aan het worstelen. Hoe dan? En welke vorm mag het zich aannemen? We hebben hier de geliefde, dat staat, dat staat voor een relatie, zakenrelatie, liefdesrelatie, vriendschap. Uh, maar ik ben onderweg hè, tot nu toe bij iedereen uh, karmische uh, verbindingen tegengekomen. Met name ook zielsverbindingen en hele oude verbindingen al. De zon, dus dat is eigenlijk een waanzinnig mooie basiskaart. En de aas van bekers. Bo uh, Booschutter wilde ik zeggen, steenbok. Wat uh, gaan wij doen? Want ja, dat hart gaat stromen als een malle. Maar ja... De duivel. En niet gelijk schrikken. De duivel is natuurlijk een angst of een verleiding. Dus daar gaan we natuurlijk straks even verder op doorkijken. Dan heb ik hier de kluizenaar voor jou. De wereld heb ik hier voor jou. De krachtkaart. Ik dacht bijna, ik heb ze niet goed gescheurd, omdat hier een aantal kaarten liggen ook van de boogschutter. Maar uh, dat is echt toeval en uh, dat moest zo zijn. Nou, wat heb ik hier verder allemaal? Ik ga deze even opzij schuiven. Um, de kluizenaar. Ja, hoe kijk je naar de wereld? Hoe kijk je naar je eigen wereld? Dan hebben we de wereld Dat is Van Invloed. Kracht. Je hebt die innerlijke kracht en dat vertrouwen. Maar ergens zit er nog een angst op. En ja, het gaat uiteindelijk om dat je de situatie mag gaan leren vertrouwen. Nou, dan gaan we eens even kijken met uh, Madame Lenneman. Zo. Wat Madame Lenneman nou hiervoor aanvulling op heeft eigenlijk en verduidelijking. Dus laten we eens even kijken vanuit haar energie. Dan hebben we hier de lelie, de ijsbeer, de, de huis, wilde ik zeggen. Maar het is gewoon nog steeds het huis. Even kijken hoor. De ring, het kind, de weg, de hond, vosje en het boek. Oké, okay. nou is even kijken. Neem even een slok. Lekker een bakje koffie gemaakt. Ik ben dat apparaat weer vergeten uit te zetten. Dus die zal straks nog wel een keer gaan loeien. Dat zien we dan wel weer. Voordat ik hier dieper op inga en alles ga duiden. wil ik jou even uh, attent maken op deze winactie van deze maand. Je kan namelijk één keer het Maan- en Sterren-Tarot-dek uh, winnen. Een hele mooie box. Daar zit dan een, een boekje bij. De kaarten zitten erbij. Er staan al steekwoorden op. Dus als je al een beetje met tarot werkt, is dit hartstikke leuk. Um, natuurlijk, helemaal als je hem mag winnen. Word je aangeboden door Tarot.nl Dan heb ik nog iets leuks, namelijk Paravisie Magazine. Daar staat een mini Tarotcursus in. Die heb ik speciaal voor Paravisie gemaakt. Komende drie edities kun je dan die uh, mini-cursus volgen. Je kan als je geen abonne abonnement hebt, dan kun je natuurlijk hem gewoon in de winkel kopen. Je kunt hem online bestellen. Maar ja, er zijn dus ook tien mensen die deze video's kijken, die hier kans op maken. Ik mag tien keer. Para Visie magazine uh, verloten aan jullie. Uh, met die mini tarotcursus. Dat betekent dat je hem ook nog eens drie keer gaat ontvangen. Er zitten ook kortingshuisjes in voor de Academy. Uh, en ik verloot een telefonisch consult van een half uur. Dus wil je daar kans op maken, zorg dat je geabonneerd bent op dit kanaal. Gooi je duim even omhoog. Laat me weten hieronder uh, dat je daar graag kans op wil maken. Waarom eventueel? Vind ik ook altijd leuk om te lezen. En. Uh, ja, zeg het woord natuurlijk. Dat is uh, alleen maar hartstikke leuk. Terug naar jouw reading. Want ja, je begon al super mooi. Uh, je bent een beetje een nieuwe vorm aan het zoeken. Kracht bij tegenslag. Lely ligt er ook nog eens bij. Dus een, een, een guiding en een verfijning die is ongekend voor jou, als lieve steenboek. Uh, je bent heel erg in je power aan het komen. Je wordt heel erg geholpen door boven, om het uh, dan maar even in die termen te zeggen. Scheppingskracht, ondernemingskracht. Dus als jij een, een nieuw project start, uh, gaat ondernemen of een nieuw plan uit wil gaan voeren waar je nog even mee worstelt, uh, zet het door, want het ligt fantastisch. Ja, en wat is hier nou aan vooraf gegaan? De zon uh, is weer gaan schijnen voor jou. Emotionele veiligheid, huizelijk geluk. Uh, je voelt je weer veilig bij jezelf, veilig in de situatie. De zon is altijd, als de zon doorbreekt, worden we altijd blij. En dat, dat klopt ook, omdat uh, de zon is een symbool van, van vernieuwing, uh, verandering. Uh, hè, als de zon gaat stralen, dat betekent eigenlijk alleen maar voorspoed. Je kent dat wel als je s morgens wakker wordt met een opkomende zon. Of als de zon ineens na zo'n wolk, uh, wolkendek doorbreekt, dan verander je ook al van energie. Nou, als die zon dus in die kaarten uh, ligt, betekent dat ook een hele positieve verandering. Vernieuwing. En ja, de lovers. Tuurlijk heeft dat met liefde te maken, aantrekkingskracht te maken. Zeker als ik daar ook nog eens de aas van uh, Baker zie liggen. Berichten. Die jouw kant op komen. De uh, lovers is niet alleen maar halleluja, we gaan trouwen, we leven nog langer gelukkig. De lovers kan ook duiden op een samenwerking, uh, op een vriendschap. Het gaat sowieso om een relatie in welke sfeer dan ook. Een samenkomen, een aantrekkingskracht uh, voor eenzelfde intentie en voor eenzelfde interesse. Berichten die jouw kant op komen, communicatie, dat kan telefoon zijn, dat kan letterlijk bezoek zijn, uh, uh, van alles. Even kijken, hoe gaat dat dan verder? Uh, je mag erop vertrouwen, zuiverheid heeft het ook mee te maken, maar deze twee, ja, dat heeft toch ook wel met intimiteit te maken, met, uh, ja, ik moet even op het woord komen... Uh, seksualiteit vind ik niet het juiste woord. En daar is een ander woord voor. En ik kan het honderd keer zeggen, ik ga het zo tegen je zeggen. Dan gaan we naar de aas van beker, sensualiteit. Daar heeft dat mee te maken. Dus ja, de lovers en sensualiteit ligt hier. Kom je ook nog van in je krachtwater? ligt er. Even los daarvan. Aas van bekers samen met de ring, verbinding. Wat mag je inzien? Die verbinding, dat het hart daarvan gaat stromen... Nogmaals, het kan een, 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 een allerlei soorten verbindingen zijn. Vriendschappelijk, familiair, uh, maar ook liefde. Het hart gaat stromen. Je krijgt ook, uh, doordat je gaat stromen, ook heel veel nieuwe ideeën. Ja, en dan? Ligt daar de duivel met het kind? Nou, vanuit een lage trilling kan ik je vertellen dat je te maken kunt gaan krijgen met een heel kinderachtig persoon. Met gedrag uh, wat niet volwassen is Ge een gewond kind die emotioneel uh, is blijven zitten en vanuit dat uh, kinderachtige uh, patroon uh, hè, schuld geven aan anderen et cetera gewoon een toxisch persoon die uh, nodig naar de afdeling heling mag en inzicht mag kun je gewoon echt mee te maken krijgen Creativiteit. Maar de duivel kan ook zeker uh, wijzen op angst. Dat het je niet lukt, dat je het niet kan, dat je niet goed genoeg bent, uh, somber, geen zelfvertrouwen. En dat dat dan een beetje jou gaat regeren. Mocht je dat nou ervaren, is het natuurlijk wel zaak om toch eens naar dat innerlijke kind te gaan kijken. Van goh, zijn er nog zaken die je kan gaan helen? Want uh, niemand wil natuurlijk dat angst gaat regeren. Angst is een, hele goede, is een hele slechte raadgever. Maar angst zet je wel altijd op scherp. Dan draai ik hem altijd om om het beste uit jezelf te halen. Maar dat mag natuurlijk niet obsessief worden. Alles wat jou kan beheersen is gewoon niet oké. Okay. Dus neem dat gewoon mee. En kijk even op welke manier dat voor jou resoneert. Daarnaast, voordat ik verder ga, het kan nooit met alle steenbokken 100% één op één resoneren. Dat bestaat niet. Um, dat zou ik wel heel bijzonder vinden en uh, dat zou, denk ik, ook heel raar zijn. Mijn advies is altijd, laat de reading even op je inwerken. Uh, kijk het gewoon over een week of twee weken nog eens even terug. Van, hé, hey, maar waar zit ik nu in het proces? Dan ga je vaak alweer andere dingen herkennen of je gaat het anders herkennen. Hè, van... Oh, ik dacht dat het A was. Maar ja, het heeft wel degelijk betrekking op mij. Maar dan in een ander, andere vorm. Uh, maar je kan ook eens even kijken waar jouw maan in staat. Of jouw ascendant. En ja, er zijn natuurlijk ook mensen die niet weten wat dat is. Op dit kanaal staat een video hoe je dat kunt bekijken. En daar leg ik dat allemaal uit. We gaan even terug naar uh, het verhaal. Want hoe kijk jij er zelf naar? Nou, ik heb hier uh, de steenboeken vrouwelijke energie. Keuzes maken, een nieuwe weg die je in wil slaan. En je bent heel erg aan het afwegen. Dit wil je ook achter je laten hoor. Je wil ervoor gaan, maar je bent ook even jezelf gaan terugtrekken, bovenop die berg gaan zitten. En je bent het dus even allemaal onder de loep aan het nemen, jouw licht aan het schijnen op die hele situatie. Het overvalt je, het is veel. Je bent aan het worstelen. Het, het verhaal kan soms ook twee gezichten hebben. Hè? Dat zien we hier ook. En daar wil je ook gewoon uh, van af. Je wil echt bij jezelf blijven. Dat ga je, gaat jou ook lukken hoor. En die weg laat eigenlijk zien, ja je gaat ook een nieuwe weg op. Maar je wil wel die zekerheid en die veiligheid. Hè? Je hebt nu die basis, die thuisbasis, dus die... Uh, thuis is ook jezelf zijn. Hè? Het huis staat ook voor je lichaam. Um, die veiligheid heb je nu en die, die wil je ook vast blijven houden. Daar wil je op verder uh, borduren. De wereld laat eigenlijk zin, ja, de overgang naar die hele nieuwe fase waar je ook op mag vertrouwen. En je mag dus vertrouwen gaan leren hebben en uit die verleiding blijven. Um, laat je niet meer van je pad uh, uh, duwen. Dat zijn allemaal belangrijke dingen om mee te nemen. En als ik dan kijk, ja, dit is wat je graag wil. Maar ja, dat vind je ook heel erg eng. Je ziet hier half mens, half leeuw. Dat betekent dat je één bent geworden met je eigen goddelijke kracht. He, en um, dat je het beest in jezelf hebt getemd. We hebben allemaal een beest. En dan denk je, nou, lekker verhaal, natuurlijk. We hebben ook schaduwkanten. We hebben ook dierlijke kanten. Um, en dat zijn vaak impulsenkrachten. krachten. Nou, en als je die leert. Inzien van jezelf en die mogen er dan ook zijn, kun je ze veel beter managen. Um, je wil eigenlijk vanuit zachtheid in dat vertrouwen, vanuit zachtheid in die innerlijke kracht en dat gaat je ook lukken. Um, het is ook een kaart van, van in je kracht staan, voorspoed, uh, karma. Uh, dus wat jij geeft, ga je ontvangen. Dus als jij vanuit rust in jouw innerlijke kracht staat op een hele rustige manier dan krijg je dat ook op een hele andere manier terug. Vosje. Ja, je kan dus letterlijk met een sluw iemand te maken hebben, daar ben je ook je bent hier ook wat bang voor. Je bent bang om in jezelf te vertrouwen. Je laat je hier en daar nog even verleiden door dat stemmetje, door dat sluwe vosje. En anderzijds uh, ja, ben je ook gewoon bereid om keihard te werken. Dat heb je ook gedaan. Zit er misschien een angst op, ja, maar na alles wat ik allemaal gedaan heb, wordt dat misschien niet beloond. Nou, de, hier hebben we ook de kaart. Uh, het einddoel: ridder van munten. Vertrouwen: je mag erop vertrouwen. Hè? Oude boeken zijn gesloten en er gaat zich een heel nieuw hoofdstuk voor jou ontvouwen. En ja, kijk eens even. Er ligt uh, de Heer bij en ook weer aas van. Harten dus, dat hart gaat stromen, passie, uh, recht op je doel afgaan vanuit mannelijke energie. Dus ik vind hem heel erg mooi. Laten we eens even met deze tarotkaarten wat uh, verdieping nog pakken. En dat ga ik met name even doen op die uh, duivel. Daar wil ik eens even wat meer over weten. Met dat kind. Wat is hier aan de hand? Het zijn hele nieuwe kaarten, dus die moet je heel veel geschud hebben. Dat ze helemaal soepel gaan, maar ze zijn waanzinnig. Uh, alle kaartendecks heb ik op een foto gezet waar ik mee werk. En die kun je gewoon in de community vinden. Ik zal een foto op mijn insta zetten. En de linkjes zal ik er natuurlijk bij vermelden. Daarnaast alle kaartendecks kun je ook bij tarot.nl terugvinden. Laten we eens even kijken wat ik hier voor jou heb bij die duivel. De chariot. Overwinning. Wauw. Je gaat in beweging komen. En je gaat het overwinnen. Nou, dat vind ik super, super tof, want dat betekent dat je je niet meer klein laat krijgen door die gast daar. Dus leg die gast aan de ketting en uh, doe de deur op slot en laat hem niet meer toe. En de lovers, dus de lovers en de lovers. Oké. Okay. De Chariot, de zegenwagen, is ook een kaart van liefde, verliefd worden. Uh, dat mogen ook duidelijk zijn in dit verhaal, maar je bent ook bang dat het weer iets is uit het verleden wat je al meegemaakt hebt, of dat het toch niet helemaal voor jou is weggelegd. Liefde komt ook in beweging, maar het heeft ook met dat verbond te maken: zakelijk verbond, uh, relationeel verbond, in welke uh, vorm dan ook. Uh, laten we eens even kijken wat uh, de Engelen voor antwoorden hebben voor jou. Dus wat mag jij doen? <kijkt> zo, vorige maand was ik nog zo uh, schor en hees als wat. Mijn kiel was nog niet helemaal top, maar goed. Uh, we gaan eens even kijken. Jij mag voor jezelf een vraag stellen. Dat kan natuurlijk over deze legging gaan, maar misschien heb je wel een andere vraag. Ja, ik te snel, zet je de player even op stop en zet je hem weer aan zodra jij jouw vraag hebt. En de antwoorden komen er nu aan. Eens even kijken. Vraag hulp aan anderen. Dus um, het is helemaal niet stom of raar om hulp te vragen. Dus doe dat ook gewoon als je daar behoefte aan hebt of als je er niet uitkomt. En communiceer helder. En dat is denk ik ook wel een hele mooie boodschap. Hierin ook als jij duidelijk bent naar jezelf. Kun je ook duidelijk zijn naar anderen en niet in de afwachtende houding van ja, wat doet de ander als ik A doe? Of wat doet die ander als ik B doe? Nee, wat wil jij en wat doe jij? Wat communiceer jij? En dan gaat die ander wel of niet in mee? En gaat die ander daar niet in mee, dan past dat gewoon niet bij jou. Dan mag je dat vrijlaten. Dan heeft het universum gewoon een ander plan voor jou. En dat vertrouwen mag je gaan leren ontwikkelen. Laten we eens even kijken wat de monologie kaarten zeggen. En monologie is gewoon maanenergie. En de maan heeft een cyclus en ook heel veel wijsheid. Kijk eens eventjes. Moon shining stay in integrity. Kijk eens eventjes. Dus die is belangrijk. Blijf. Bij jezelf blijf bij jezelf. Ik ga hem gewoon een beetje verstoppen zo. Huppatee, niet meer aan meedoen. We gaan uh, kijken wat de liefde uh, jou komt brengen voor de maand april. Lieve lieve Steenbok, ik ben heel erg benieuwd. Zo, daar gaan we voor de Steenbok. Misleiding. Iemand draagt een masker van een onecht zelf in deze relatie. Oké, okay, nou. Ik wilde hem verstoppen, maar ik haal hem mooi weer even terug. Neem die met je mee. En dan heb ik: Leer elkaar kennen. Als je diepste zelf met elkaar deelt, wordt jullie band steeds hechter. En die leg ik gewoon even daar. Um, betekent niet dat die liefde ook per se lelijk is, maar je hebt wel ergens met misleidingen te maken. Wat betreft liefde: Leer jezelf, leer de ander kennen. Dan wordt het verhaal vanzelf wel duidelijker. En heb je iets van: Ja. Ik zou hier toch persoonlijk wel veel meer van willen weten. Dat kan natuurlijk. Je bent altijd welkom bij mij in de praktijk. Of voor een telefonisch consult. Ik werk uitsluitend op afspraak. Ik heb het enorm druk. Um, en je kan natuurlijk altijd terecht voor een direct telefonisch consult op www.puurmedium.nl. En daar kun je ook altijd over. Allerlei spirituele onderwerpen, van alles teruglezen. De Lenneman-kaarten kun je er allemaal opzoeken en wat ze betekenen. Over engelen, over chakra's, over soulmates, over narcisme. Echt van alles uh, kun je daar terugvinden. Linkjes staan hier allemaal uh, onderin. En dit zijn jouw twee kleurkaarten, lieve Stemook. Oh, het zijn wel hele mooie kleuren. Ik heb voor jou groen. Blaasje zenuwstelsel nieuw leven in en ervaar vrede en kalmte. Aqua. Dit zijn de twee kleuren die jou. Ik zie dat mijn camera een beetje. Nou ja. Um, dit zijn de twee kleuren die jou kunnen ondersteunen, kunnen helpen, en die kun je toepassen door middel van bloemen, planten, edelstenen, kaarsjes. Kleuren hebben een vibratie. En die vibratie kan iets doen met jouw aura en jouw energieveld. Zo mag je dat eigenlijk zien. Het is natuurlijk niet zo als jij heel de dag in aqua loopt. Is het halleluja. Maar het, het zet dingetjes voor jou in werking ter ondersteuning. Doe ermee uh, wat je wil. Goud uh, is eigenlijk de onderste kaart. Dus uh, misschien dat je hem daarmee kan combineren. Maar laten we uh, de laatste kaart gaan trekken voor jou. En uh, daar wil ik hem ook mee afsluiten straks. De Isis orakelkaart. En die hebben waanzinnig mooie boodschappen. Dus laten we eens even kijken. De piramide van licht. Oké, okay, kaart 28. Ik ga hem even voor je opzoeken. Wat is de boodschap? Ik vind het zulke waanzinnig gave kaarten. Oké, okay, daar heb ik hem en ik ga me lekker in beeld houden terwijl ik de boodschap van de kaart even aan jou voorlees. Heb ik hem? Ja. Geestelijke bescherming breng je trilling nog dichter naar liefde toe. Nu je groeit en steeds meer licht uitstraalt, kan het zijn dat je meer donkere energie aantrekt. Er is niets om bang voor te zijn. Er is alleen maar meer meesterschap en bewustzijn van de macht en bescherming van goddelijke liefde te ervaren. Hier volgt hulp bij de vaardigheden die je diep van binnen bezit om elke ongewenste tussenkomst te hanteren. De piramide van licht bevestigt dat energieën zich bemoeien met jouw pad en dat het nu tijd is hier met liefde en compassie een einde aan te maken. Nou, dit ga je dus helen. Boom. Alsjeblieft. Lieve Steenbok, ik zou het allereerst onwijs waarderen als je hieronder laat weten hoe je de reading hebt ervaren. Vind ik echt superleuk. Vergeet je duim omhoog te doen als je nieuw hier bent. Je kunt je gratis abonneren. Wil jij kans maken op het Maan en deck? Uh, een van die para-visies voor komende drie keer. Met die mini-cursus uh, tarot of dat telefonische consult, laat het hieronder weten. Vergeet je dan zeker niet om te abonneren. Duimpje omhoog, zeg het woord. Je weet maar nooit welke steenbok deze video tegenkomt door jou. En jou de rest van je leven dankbaar zal zijn. Verder zou ik zeggen, geniet ervan. Ik hoop nogmaals dat ik jou heel veel nieuwe inzichten vooruitzicht... en hopelijk ook heel veel inspiratie heb mogen geven. Zeg het woord, geniet ervan en uh, tot de volgende. Doei, doei! Herken je de frustratie van het onthouden van de betekenis van iedere tarotkaart? Maak je geen zorgen. Tarot spreekt tot ons op een diep, intuïtief niveau door zijn symboliek. In mijn training focus ik op de onderlinge samenhang van de kaarten en hun symbolen... waardoor je de betekenissen intuïtief gaat begrijpen. Ben je klaar om een leven te leiden in samenwerking met jouw intuïtie, met tarot als je gids... Om echt te begrijpen wat Tarot jou te vertellen heeft, sluit je dan aan bij mijn online academy bij Tarotmaster. Maak je keuze hieronder om vandaag nog te beginnen met het onthullen van de mysteries van de Tarot. Mijn naam is Mireille van Rijn en ik zie er naar uit om je te verwelkomen in deze magische reis. Tot snel!